Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank gereageerd op de bijzondere opsporingsmethode die is gebruikt om de vergismoord in Amsterdam op te lossen. Daarbij kwam DJ Jordi Latomahina om het leven. Om een getuige aan het praten te krijgen, deden twee agenten zich voor als leden van een Molukse motorclub. De undercoveragenten deden zich voor als leden van een motorclub. Ze benaderden de vrouw van de veronderstelde tweede schutter in deze moordzaak en vroegen haar wie de bestuurder van haar auto was op de avond van de moord. De verdediging vindt dat deze methode te ver gaat. Maar het OM zei vandaag op een zitting dat dat zeker niet het geval is. In een ernstige zaak zoals deze, waarbij een onschuldige burger, een vader van een jong kind, een echtgenoot aan flarden is geschoten, gewoon geliquideerd is op klaarlichte dag, mag je als politie, mag je als justitie vergaande middelen inzetten. Ja, volgens het Openbaar Ministerie is deze methode om een moord op te lossen dus eventueel geoorloofd. Jan-Hein Kuipers, die een van de verdachten bijstaat, vindt van niet. Nou, kijk, in dit soort zaken is het zo, en daar heeft de woordvoerster gelijk in, dat de politie soms wel eens een tandje verder gaat dan dat in andere zaken het geval zou zijn. Feit is, het is een hele ernstige zaak. Daar twijfelt ook niemand aan, ook de verdediging van de verdachte niet. Maar van de andere kant is het zo dat het gaat om verdachten die daar zitten, die dus nog op dit moment onschuldig zijn, omdat de rechter nog niet heeft gesproken, en die dus rechten hebben. Het wordt de laatste jaren steeds minder, maar in ieder geval hebben ze nog het recht dat er niet op ze geïnfiltreerd wordt als er nog andere middelen zijn om tot een opsporing te kunnen komen. Dus even gaan proberen uit te zoeken wat er is gebeurd, want dat is misschien voor veel mensen niet, staat dat niet even helder voor de geest. Wat heeft de politie gedaan om een van die verdachten te pakken te krijgen? De politie was op zoek naar een zogenaamde tweede schutter. In eerste instantie zou dat een blonde man zijn geweest, nu is het een kale man. Dus een meneer D. aangehouden. Omdat die meneer D. zijn telefoon en auto bewogen op dezelfde wijze zoals de telefoon en auto's bewogen van medeverdachten. De politie heeft zonder te tappen of te observeren of op andere manieren tot een opsporing te kunnen komen, meteen twee infiltranten, WOD'ers, werken onder dekmantel agenten, gestuurd naar de vrouw van die meneer D. Wat waren dat voor mannen, die agenten? Hoe deden ze zich voor? Eentje was een verbalisant van Molukse komaf. De andere was van, ik aanneem Nederlandse komaf. Ze waren heel groot, sterk. Eentje had een motorjasje aan met dezelfde kleuren als de Satudara-leden aan hebben op hun jasje. En zij zeiden tegen die vrouw van meneer D. van, luister eens, hier heb je een telefoon. Deze meneer op deze foto, die is doodgeschoten. Wij weten ongeveer wel wie het zit. We willen weten wie er in die auto heeft gereden van dat merk met dat kenteken. We weten meer, we weten je te vinden. Dus laat het ons maar weten via die telefoon. Ja. Ze was overigens ook klemgereden nog daarvoor. Juist. Daarmee werd dus de suggestie gewekt bij die vrouw dat dit wel eens leden van een motorclub zouden zijn. Ja. Die met nee geen genoegen namen. Ja, de verbalisanten, na later bleken verbalisanten, hebben gezegd wij zijn van de broederschap Satu. Dat klinkt Satu. En de officier zegt, nou, Satudara is niet genoemd. Nou, die vrouw die dacht gewoon, ik heb hier een motorband in mijn nek. En ik moet heel erg gaan uitkijken voor mijn leven. En dat voor mijn tweeling en dat voor mijn man. En ze zijn ook meteen naar de politie gered. Ja. Dat was ook de bedoeling van de politie? De politie wilde graag informatie hebben via die telefoon die ze hadden afgegeven. Maar die mevrouw en haar man die zijn naar het politiebureau gegaan. Het plaatselijke politiebureau. Die hebben daar het verhaal verteld. Maar ze kregen geen sjoegen. Toen is die informatie toch doorgegeven via dat bureau. Kort en kernachtig naar de landelijke recherche. En die hebben een zogenaamde frontstore opgericht in die zin dat een soort unit, motorcycle gangs, hun heeft opgevangen, hun verklaring heeft opgenomen. En zo is het balletje gaan rollen. Ja, en om even dat balletje af te maken, dat heeft dus uiteindelijk toch toegeleid dat deze man nu gearresteerd is. Nou, eigenlijk niet. Hij heeft het aangegeven. Ja, nee. Er zijn verklaringen afgelegd door die mevrouw en meneer D. Die zeggen van, luister, wij worden benaderd door een stelletje halve wilde, om het maar eens plat te zeggen, van een motorbende. We zijn doodsbang, we willen graag weten wat er aan de hand is, in de vorm van hoe kunnen we ons veilig wanen. Er is geen millimeter bewijs uit dit traject gekomen. Helemaal niks. Ja. Als er geen millimeter bewijs uit dit traject is gekomen, waarom zou de rechtbank dan niet meteen vandaag anders oordelen? De rechtbank heeft nog helemaal niet geoordeeld over dit traject. Nee, de rechtbank zal dat straks pas doen. De rechtbank heeft wel gezegd,
Omdat in dit traject het gesprek tussen de twee FOP-motorbendeleden... Ja. en die mevrouw is opgenomen. Normaal heb ik het nog nooit gezien. Ik heb vaak WOD-trajecten gezien in zaken. Maar nog nooit dat het is opgenomen. De rechtbank heeft nu gezegd, die opname die moeten er komen. Ja. Maar waar zit deze man nou? Die zit toch vast? Die zit vast, maar die zit niet vast op resultaten vanuit dit traject. Nee, maar op grond van wat zit hij nou wel vast? Op basis van bewegingen van een telefoon met een auto richting een bepaalde plaats in Nederland en weer richting Amsterdam. Op basis van de politie zegt van ja, luister, jij gaat met die mensen om die al vastzitten. Dus jij zult ook wel met die moord te maken hebben. Dat is flinterdun. Nou ja, maar kennelijk ook weer niet zo dun dat er meteen gelast wordt om die man eruit te halen. Nee, dat klopt. Maar ik verwacht, en ik heb dat vandaag ook tegen de rechtbank gezegd... dat als op dit materiaal het Openbaar Ministerie die man naar de zitting brengt... dat het niks wordt. Ja. Laten we het iets breder maken. Want waar het ook een beetje om gaat... en wat wij, denk ik, burgers in zijn algemeenheid ook wel prettig vinden... is dat de politie zijn best doet om boeven te vangen. Tuurlijk. En als je dan hoort dat twee agenten zich voordoen als leden van een motorbende... om daarmee een verdachte of de omgeving van een verdachte onder druk te zetten... dan spreekt dat op zich ook wel tot een verbeelding. Tuurlijk. Je mag best ver gaan in dit soort zaken. En dat vind ik ook, dat is logisch. Maar wat niet mag, en dat heeft de Hoge Raad al jaren geleden bepaald... in die zogenaamde Zaanse verhoormethodiek... dat je mensen niet mag bedreigen, mag dermate onder druk mag zetten... dat je het risico loopt dat er een verkeerde verklaring uitkomt. Want dat is natuurlijk het risico. Als iemand heel erg bang is, dan heeft hij de neiging om te zeggen wat iemand wil horen. Ja, dat is hier niet gebeurd, geloof ik. Nee, hier is helemaal niks gebeurd. Nee. Alleen is mevrouw heel erg bang geworden. Ja, maar goed, je kunt zeggen, het is een ernstig misdrijf. Het is proportioneel om dit te doen. Dat is de vraag, dat moet de rechtbank beoordelen. Kijk, de wet zegt dat je deze methodiek mag inzetten... op het moment dat alle andere opsporingsmethoden geen soelaas bieden. Die andere opsporingsmethoden zijn niet eens geprobeerd. Er is meteen geïnfiltreerd, alleen al op basis van die telefoon en autogegevens. Ja. Maar ik geloof dat die meneer D. ook gewoon op beveiligingsbeelden te zien was. Dat is maar helemaal de vraag. Hij ontkent dat met klem. En de mensen om hem heen zijn ook gehoord. En die zeggen ook van, nou, die man op die beelden, dat hij lijkt erop. Hij is ook kaal, punt. Maar we herkennen hem niet. Ja. De beelden zijn ook slecht. Die zijn zo slecht dat zelfs als je de man zelf hebt die het vermoedelijk is... althans volgens de politie dan... dat het dan nog geen match te maken is tussen de man en de beelden. Nee, absoluut niet. Nee. Zegt u althans. Zeg ik, maar dat zegt eigenlijk de politie ook. Ze gaan ervan uit dat. Maar ze kunnen niet zeggen op basis van die beelden... wij herkennen die meneer als zijnde die meneer D. Ja. Absoluut niet. Ja. Geen één van de verdachten. Dan blijft er wel heel weinig over eigenlijk. Nou, wat ik zeg, en de officier heeft dat vandaag ook op de zitting gezegd... de kern van het bewijs bestaat uit bewegingen van telefoons... die worden toegeschreven aan bepaalde verdachten... die in een bepaalde auto rijden of een auto hebben gehuurd. Die gaan op en neer, die auto's, en die worden dan in de buurt gezien... van waar de liquidatie heeft plaatsgevonden. Een van de verdachten heeft aangegeven dat hij inderdaad op de beelden is te zien. En die heeft gezegd van luister, ik ben daar geweest... maar ik wist niet wat daar binnen gebeurde. Ik heb mensen weggebracht, maar ik had een heel ander idee in mijn hoofd. Ja. Nu gebeurt dit wel vaker. En we hebben nog een voorbeeld van Wim S. Wim S. zou Heidi Goedhart hebben vermoord. De politie werd toen vrienden met Wim. Gingen zelfs, geloof ik, een van hem ging zelfs met hem op vakantie. Ja. Om op die manier, dat is nogal... ja, dan offer je nogal op, zou ik zeggen. Zullen we even kijken? Heidi Goedhart werd in 2010 doodgevonden in de achtertuin van haar huis. En al snel kwam haar vriend in beeld als verdachte. Maar in eerste instantie ontkende hij. De politie zette een undercoveractie op touw... waarbij ze met dure spullen en een mogelijke nieuwe baan... probeerden een bekentenis te ontlokken. Dat lukte, maar later trok Wim S. zijn verklaring weer in. Zijn verklaring is in vrijheid afgelegd. En weliswaar wist hij natuurlijk niet dat hij met politieagenten sprak... maar het was wel in vrijheid en er was geen sprake van ongeoorloofde druk of iets dergelijks. En de rechtbank heeft inderdaad de deskundigen... hun rapporten naast zich neergelegd. Ja, je doet je dus voor als een ander. Dat leidt tot een reactie. Die reactie leidt uiteindelijk tot een bekentenis of tot een arrestatie of tot wat dan ook. Dat is een beetje lineair aan wat er nu hier misschien is gebeurd. Je doet je voor als een ander, een motorclub. En dat leidt tot tot angst. Dat leidt tot dat je geïntimideerd voelt. En dat leidt in ieder geval tot dat die man nu ook hier vast zit. Wat is het grote verschil tussen de zaak Wim S., waar het... Weliswaar moet het hoger beroep nog komen nu. Hè? Of tenminste, dat moet nog dienen. Mm-hmm. Maar daar zit die man nu wel vast. Wat is het verschil tussen uw zaak en deze zaak? Het verschil tussen deze zaak en Wim S. zijn zaak... is dat Wim S. een bekennende verklaring tussen aanhalingstekens heeft afgelegd. Die later in deze zaak is niks belastends verteld. Maar in die zaak
hebben de WOD'ers, de infiltranten, hem op een gegeven moment gezegd van luister, je moet bekennen, want ik wil alleen maar met iemand werken als ik met je in zee ga. Als die eerlijk is en als je het vertelt, krijg je 100% die baan en dan kun je helpen, krijg je bonus, alles erop en eraan. Er is ook nog gedreigd om mensen iets aan te doen, want ze deden zich voor als criminelen uit zijn omgeving. Hij zat in zware financiële nood. En toen heeft hij uiteindelijk schoorvoetend een verklaring afgelegd die bekennend zou zijn, maar die niet strookt met technische bewijsmiddelen of wat dan ook. Dus in die zaak lijkt het erop, vind ik, want ik doe die zaak in hoger beroep, dat die man onder druk, sociale druk, maar ook druk van angst, iets heeft gezegd wat niet waar is. Ja, ja. Okay. Daar is hij op veroordeeld. Goed. We vervolgen het allebei. Ja. Dankjewel.